Assalamu alaikum wa rahmatullahi iedereen, hopelijk gaat het allemaal goed met jullie, inshallah. We hebben in Vogelvlucht de gospel van Mark besproken, we keken naar het kloppende hart. We gaan niet elke zin, ik heb jullie verteld, alleen Genesis heb ik zoveel mogelijk uh, hoofdstuk per hoofdstuk willen bespreken met jullie. Maar ik kan dat niet doen voor elk boek, het kost veel te veel tijd en energie wat ik niet heb. Dus in vogelvlucht, maar wel in ieder geval kloppend hard besproken van de Gospel van Mark. En we zijn geëindigd bij zijn dood. Een van de grote zaken die bekend zijn, onder andere vanuit de Gospel van Mark, is Jezus die op het water loopt. Dat heb ik nog niet besproken met een bewustreden. Dat komt allemaal nog. Laten we gaan kijken naar de tweede gospel, de Gospel van Matthew, Matthäus. Er wordt gezegd dat deze gospel vanaf de tweede eeuw begon het super populair te worden. Dit bevestigt mijn eerder theorie waar ik vertelde dat je als christen niet voor de hele Bijbel kan gaan maar dat je moet kiezen voor één gospel want zo is het bedoeld. De gospels zijn niet geschreven als een soort vriendschappelijk één groot onderling relatie die allemaal hetzelfde zeggen. Alles behalve, als je als Christen dat gelooft, dan heb je alleen één keer per week zit je in de kerk en je luistert naar de verhalen van je oma, maar je hebt zelf de Bijbel nooit gelezen. Je valt direct door de mand. Als je als Christen denkt de Bijbel te kunnen verdedigen, met van het zijn weliswaar vier Gospels, maar ze zijn hetzelfde, direct val je door de mand. Als Christen raad ik jou aan, en dat is echt vanuit mijn hart, zo'n argument moet je nooit gebruiken. Direct val je door de mat. Direct. Je gaat plat en, en zwaar ook. Dus, gospels zijn nooit bedoeld om samen een Bijbel te vormen. Ze waren allemaal op zich een Bijbel. De een corrigeert het andere, de ander uh, bekritiseert het andere, noem maar op. En ik heb jullie verteld, de, de Gospel van Luke bijvoorbeeld, die zegt van: Vele hebben het gedaan, maar mijn Gospel is de waarheid. En hetzelfde heeft John gedaan, noem maar op. En je had heel veel verschillende gospels, De gospel van Judas, de gospel van Thomas, de gospel van Maria Magdalena, uh, ga zo door. Dus, hier lezen wij dat uit wat wetenschappers hebben gevonden is dat er wel degelijk verschil was, ook in populariteit. Moment dat je als wetenschapper vaststelt dat een van de gospels veel populairder was dan de rest, betekent dat ze ook werden gezien als losse Bijbels. Het waren allemaal Bijbels op zich. Nooit bedoeld om samen één Bijbel te vormen, zoals het nu is geworden. Dat is, dat is nog uh, meest bazaal simpel kennis. Snappen die christenen niet? Willen het niet snappen, willen het niet erkennen. Precies zoals hun Jezus hun vertelt: Zie, die zie na het heer, de heer Ze horen nog, ze, ze kunnen nog zien, nog horen. Ze zijn doof, blind. Lees Luke. De Gospel van Lucas. Luke in het Engels. Hoofdstuk 1, vers 1. Letterlijk. Hij zegt. Ik ga je het ware verhaal vertellen. Dat is wat je eruit haalt. Dus de Gospels waren nooit, 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 nooit bedoeld om samen één boek te vormen, wat je nu als Christen noemt de Christelijke Bijbel. Nooit. Dat heb je te danken aan de Romeinse keizer Constantin. Die vond dat ze bij elkaar moeten komen, en de mensen moeten hersenspoelen om ze te doen geloven. Dat het allemaal niet uitmaakt als christen welk gospel je in gelooft. Waarom? Want dan kreeg je een eenheid. Waarom? Want dan waren jullie als christen makkelijk schapen te leiden in zijn uh, koninkrijk. Van Dit is hier heb, je, hier, hier heb je geen academisch niveau voor nodig. Dit is zoals een ieder naar de markt gaat en aardappels koopt. Zo bazaal, simpel is het. Het is klaar. Het is simpel kennis. Dit is niet rocket science. Dat ik je dit vertel is niet omdat ik mezelf op de borst slaaf. Oh, kijk eens wat ik ga aan de Dit is basic, basic. Als je de Bijbel gaat bestuderen aan de geschiedenis van de Romeinen, van Constantin. Basic, basic, basic kennis. Hier heb je helemaal geen, geen niveau voor nodig. En toch zien de christenen dat niet. Subhanallah. Bewijs nogmaals is, nogmaals is dat gospels altijd bedoeld zijn als losse boeken, nooit als Bijbel. Hier, de gospel van Matthäus was heel populair. Andere gospels niet zo. Als ze bedoeld waren als Bijbel, dan waren ze altijd samen. Dan kan je niet zeggen van die is populair. Nee, want dan, dan had je het over de Bijbel in zijn geheel. En niet over losse Gospels. En ik heb jullie verteld, ik heb jullie verteld. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de geboorte van Jezus. Luke vertelt het zo, Matthew vertelt het zo. Twee verschillende verhalen. Ze schreven niet samen. Ze gingen niet elkaar ondersteunen. Ze gingen niet elkaar onderstrepen. Nee, ze gingen tegen elkaar schrijven. Oh, jij schrijft dit in je gospel. Ben ik niet mee eens? Ik schrijf dit in mijn gospel. Hoe kan je als christen dit normaal vinden? Dat je dan zegt van: "Oh ja, maar dat is geen probleem. Samen zijn ze de Bijbel, de woorden van God." Wauw. Wauw. Weet je? Soms denk ik, kijk ik om me heen in het westen en dan zie ik mooi gebouwen, terrein, trein, trein treed, vliegtuig, bouw, bouw, dan denk ik, van dit zijn mensen die best wat in hun mars hebben. Ze hebben zoveel dingen gedaan die het leven makkelijk maakt. En dan kom ik aan bij de Bijbel en hoe ze dat snappen, interpreteren en, en wat ze ervan gemaakt hebben. En dan denk ik, jeetje man, wat een simpel volk. Het klinkt heel hard, maar ik moet het zeggen, jongens, ik ben nu heel eerlijk, ik ben eerlijk. Ik ga niet show geven en carré theatervoorstellingen. Dit is, dit is wat omgaat in mijn hoofd als moslim. Dan denk ik, jeetje, wat zijn ze simpel. Sorry, het is niet leuk, maar dit is wel de waarheid. Ik moet, het, ik moet dit vertellen. Ik weet het, het maakt me niet leuk, bah, wat lelijk van binnen. Ik weet het, sorry. Maar dat is wel wat in mijn hoofd omgaat. Jeetje, wat zijn die christenen simpel? Wat zijn de westelingen simpel? Dat ze dit geloof ooit hebben kunnen aanvaarden. Als je populair bent, word je nagedaan. Kijk maar naar YouTube. Als er iets populair wordt op YouTube, gaan andere mensen op YouTube ook doen. Want die willen ook die, die kijkers, die fans, noem maar op. Dat zien we bij Luke. Gospel van Matthew was populair. Wat zien we? De Gospels daarna gingen van Luke, van, van hem, van deze populaire Matthew Gospel, gingen wat dingen overnemen. Andere bewijs is. Hoewel Mark, de gospel van Mark die we eerder hebben besproken, de oudste is, begint de Bijbel met Matthäus. Tot de dag van vandaag, onder de christenen, zijn de meest populaire verzen komen uit de gospel van Matthäus. Voorbeeld hiervan is de geboorteverhaal van Jezus. Nogmaals, hoewel Luke ook heeft geschreven over de geboorte van Jezus, is toch... Of het algemeen de versie van Matthäus, het populairste. En wat je ziet tijdens kerst, je ziet, je ziet de geboorte van Jezus uitgebeeld in een stal met uh, de drie magi's, de drie wijzen uit het oosten, de deetes, dat is niet uit de gospel. Heel veel christenen die ik spreek, die denken dat dat de vertegenwoordiging is van wat, wat, wat de Bijbel ze vertelt, als één compleet verhaal. Maar dat is niet waar. Wat je tijdens de kerst ziet, zo'n zo beeld, Nativity noemen ze dat, de, de stal, de scène uit de stal, de geboorte van Jezus. Wat je daar uitgebeeld ziet is eigenlijk een mishmash van wat twee verschillende gospels vertellen. Een bekende vers bijvoorbeeld uit Matthäus is van Als je geslagen wordt, geef je vijand de andere wang. Een heel bekende die heel veel impact heeft gehad op de relatie tussen de joden en de christenen is in Matthäus 5,39 Waarin Matthäus de Pharisees, dat zijn Joden, je moet het zo zien: niet alle Joden zijn Pharisees, maar alle Pharisees zijn Joden. Het was een bepaalde klasse binnen de Joden. De wat hogere klasse, met wat, net wat meer aanzien, ook spiritueel. Die noemden zichzelf de Pharisees. Die hadden heel veel uh, priesters en noem op. Matthew benoemt ze de hypocrieten. Zo erg dat christenen in hun woordenboek vandaag de dag. Lezen, zoek maar op in hun woordenboek, zoek maar op op het internet, waar dan ook. Zoek maar op. Pharisees, Joden, is een synoniem voor hypocriet. Als je hypocriet bent, ben je een jood. Ben je een jood, ben je een hypocriet. Waar hebben ze dat vandaan? Uit Matthäus. De Pharisee is nu letterlijk een synoniem in het woordenboek, wat dus jood betekent voor hypocriet. En dan komen de christenen, de moslims, vertellen dat we de joden haten. Snap? Dit is dus, dat, is, dat is weer eens zo'n triest grap waar je om kan huilen. Daar is deze racisme, deze haat vanuit de christenen naar de joden, is er altijd geweest en is er nog. Het is alleen verwaterd, omdat toen islam kwam, toen moesten de christenen kiezen tussen de moslims en de joden. En... Aangezien hun boek begint met vijf boeken van de Torah, waren ze moreel verplicht om de kant van de Joden te kiezen, maar tegen hun zin. Want hun Gospels vertellen ze dat de Joden hypocrieten zijn. Dus het is een heel groot dilemma voor een christen. Maar aan het eind van de dag moeten ze toch kiezen voor de Jood. Want de Bijbel begint met de vijf boeken van Mozes. En dat is, dat is die, die, die spiritueel chantage van de christenen, waar ze niet meer vanaf kunnen komen. En daar is niks mis mee. Allah vertelt ons: we moeten ze allebei accepteren, de Christen en de Joden. Als misleide broeders en zusters waar we mee moeten praten om ze hopelijk weer terug te krijgen tot het rechte pad. Dus Allah is de genadevolle, die zet ons niet in een dilemma. Wij hoeven niet te kiezen tussen de Christen en de, de, de Joden, we accepteren ze allebei als misleide broeders en zusters. Wat zo bijzonder is aan deze Pharisees is, zoals we lezen in uh, wat overgehouden is van Josephus, daar kom ik nog op terug, Josephus, een heel bekende bron, zeg maar, over die tijd, die zei dat de meeste, de meeste uh, priesters, Joodse priesters, waren Pharisees. En dat zijn ook de mensen die het meest hebben gevochten tegen Rome. Deze Josephus zegt dat hij zelf ook joods was. En sterker nog, hij had zoveel aanzien binnen de joods gemeenschap dat hij daar de leider van was. Van een joods groep in Galilee. Waar Mark zegt: vandaar moet je gaan wachten op Jezus, niet in Jeruzalem. Als Jezus terugkomt, komt hij naar Galilee. Deze Josephus zegt: Ik was daar de leider van groep Joden. Als je zegt: Ik ben de leider van groep Joden, betekent dat je tegen het Romeins Rijk was. Maar. De trieste grap, de trieste grap om weer te huilen is, hij was juist een heel goede vriend van Rome, van het Romeinse Rijk. Dus wie moet je geloven? En dit zijn deze feitjes, die hebben de geschiedenis geschreven. Zijn ze daardoor betrouwbaar? weten we niet. Ik bedoel, <laughs> mijn oma zei altijd, als de kat iets gedaan had, dan vroeg hij zijn staart om voor hem te getuigen. Dit is dit. Net als de Gospel van Mark leert ook de Gospel van Matthäus dat Jezus dus terugkomt in Galilee... na zijn dood. Maar een van de uh, verschillen is dat Mark zegt dat Jezus kwam voor de Joden. En Matthäus, die dus daarna is gekomen, die populair was. Dit is een populaire gospel, die zegt nee. Jezus zal gezegd hebben. Gaat heen naar joods en niet-joods en ga prediken en bekeer ze. Matthäus had ambitie. Die wilde van Jezus een soort wereldverlosser maken. Terwijl Mark, de oudste gospel, daar heel anders tegenaan keek. Die zei dat Jezus alleen voor de Joden kwam. Zoals alle dat ook zegt. Maar nou, Matthäus, populair, wilde populair zijn, de schrijver van deze gospel. Die wilde het groot aanpakken. Waarom alleen brood verkopen als je brood en summen, koekjes kan verkopen in je bakkerij? Maak het groot, maak je ambities groot. Als je de Gospel van Matthäus bestudeert, vind je weer dat dualisme. Dat wit en zwart samen en hier af en toe een grijs gebied vormen. Aan de ene kant noemt hij de Joden hypocrieten en zet hij een toon wat anti-Joods is. Aan de andere kant is hij heel erg pro-Joods. Matthäus was het begin... daar waar Mark nog de Joden eerde... in hun Torah... was Matthäus het begin van het einde. Hij begon scheuren te maken... tussen de Torah en de christenen. Dus hij begon zich daar tegen af te zetten. Een begin. Het was een begin. Tegelijkertijd lezen wij die bekende zin... Wat christenen opdreunen, als ze zeggen: van we hebben niks tegen Joden. lezen wij in Matthäus dat Jezus gezegd zou hebben: Ik ben niet gekomen om de Torah te veranderen. Nee, niet één le le uh, leesteken. Dat is dat dualisme wat je vindt in Matthäus. Aan de ene kant is hij veel tegen de Joden, aan de andere kant is hij de grootste vriend van de Joden. Matthäus zou je kunnen zeggen: Is het meest. Joods vriendelijk gospel van alle gospels. Na Matthäus wordt het alleen erger. Net wat ik zei, Matthäus had grote plannen met Jezus. Hij wilde van hem iets maken wat Jezus niet geweest is. Jezus moest een universeel figuur worden, die kwam opeens voor iedereen in plaats van alleen maar de Joden. Die, die, die Jezus, die zoon van God en zelf ook God, die zijn arm ver openhoudt, verspreidt, zodat iedereen in zijn armen kan passen. Dat klinkt al wat meer aantrekkelijk en beter dan van Jezus is alleen gekomen voor de Joden. Dus het is allemaal, het is propaganda, het is, het is reclame maken, het is meer winst willen maken. Zo trek je meer mensen naar je geloof. Vertel ze dat jouw God houdt van ze allemaal. Ik hou van jullie allemaal, kom maar. Tegelijkertijd is dat ook de tegenstrijdigheid in de gospel van Matthäus, want daar lees je dat toen Jezus nog leefde, Hield hij zich uitsluitend bezig met de Joden? Uitsluitend bezig met de Joden. Hij was aan het uitschelden, hij was met ze aan het ruzien, touwtrekken, hij was aan het disciplineren. Hij, was, hij had zijn handen vol aan de Joden. In Matthäus lees je dat ook. Na de resurrectie, nadat hij terugkwam uit de dood, vergat hij de Joden en ging hij tegen de wereld spreken. Ook dat vind je in de Gospel van Matthäus, deze tegenstrijdigheid. Iets anders wat Matthäus heeft gebruikt. Om het respect te verdienen van de Joden. en daarmee te laten zien dat hij ook uh, voor een deel. Uh, nog verbonden is met, met de Torah. is hoe hij Jezus, de zoon van David, noemt. En dat is, dat betekent, dat is taalgebruik. Dat is, dat, zo zei het in die tijd. Dat betekent dat je behoort tot de familie van. Net als dat we lezen in de Koran. dat de Mariam, de moeder van Jezus. wordt. Uh, uh, genoemd de zuster van Harun. De broer van, van, van Mozes. Niet dat Allah een fout heeft gemaakt, je of dat Koran een fout heeft gemaakt, wat heel veel christenen uh, zetten op YouTube. Uh, Mohammed, had geen... Mohammed wist het verschil niet tussen. <laughs> Milla, ik moet daar altijd om lachen. En dan denk ik hier. Ga Miloune verkopen man, alsjeblieft. Subhanallah. Ik moet, ik moet er echt om lachen. Oprecht jongens. billa. Denk ik, ze hebben weer wat gevonden, die sukkels. Euh, Mohammed wist het verschil niet tussen de Mariem van Mozes en mij? Wat kom je nou vertellen, man? Ga sokken breien, alsjeblieft. Dit is de taalgebruik. Hier, jullie hebben het ook in jullie eigen Bijbel. Is Jezus ook echt de zoon van David? Nee, natuurlijk niet, zou je zeggen als christen. Het is taalgebruik. Dat betekent, Jezus behoort tot de vertakking, de tak van de familie van David. Hetzelfde hebben wij in de Koran. Alle zegt tegen Mariam, de moeder van Jezus, dat Joden haar hebben, niet, niet eens alle, maar die Joden, alle zegt, die Joden hebben tegen haar gezegd, wat heb je gedaan, de zuster van Harun? Met andere woorden, jij die behoort tot een van de nobele families. Maar hier, Matthäus benoemt dus Jezus als de zoon van David, om daarmee een link te leggen met de Torah, om de Joden te vertellen van, hij is de Messiah die gestuurd is door jullie God. Want kijk, hij heeft allerlei connecties met de Torah en met jullie God. En met de nobelen onder jullie. Mattheüs gebruikt zelfs het woord Genesis. Genesis, wat Grieks is voor het begin. Het begin der tijd. En Genesis is natuurlijk ook het eerste boek van de Joden. Hij denkt, ik gooi het er even tussen. Het zal in ieder geval uh, betrouwbaar klinken. Je hebt binnen die Joodse tradities. Ze hebben heel veel stromingen, zoals ik met jullie besproken heb. Maar je hebt twee stromingen waar ik wat uh, over wil vertellen, nu in dit concept. Je hebt de Haggada, dat zijn verhalen over de profeten, en de Halaka, dat is hoe leef je. De Halaka, hoe leef je. En de Haggadah, verhalen over profeten waar je inspiraties uit kan, uit kan halen. Voor hoe je hoort te leven. Oftewel wat wij als moslims kennen vanuit de hadith als de sira. De sira, hoe heeft de profeet geleefd? En de laqida, hoe hoor je te leven? Zij hebben de haggada, de sira, en de halaka, een soort akida. Hoe hoor je te leven als moslim? Matthäus wilde in zijn gospel. Wel dus een Gospel een soort uh, complexiteit geven en indruk maken door mensen te laten horen wat ze min of meer kenden vanuit de Torah. D dit, dit soort inspiratieverhalen wat Joden kenden vanuit de Torah van uh, wat voor leren moeten we trekken uit het leven van de, van de profeten, hoe moeten wij ze uh, uh, in hun voetsporen uh, treden, noem maar. We kennen in de Tora het verhaal van de vader die de baby's wilde doden. Want hij wilde niet, hij wilde de geboorte van Mozes voorkomen. Hetzelfde lezen wij in Matthäus. De geboorteverhaal van Jezus was er een koning Herod die wilde alle baby's vermoorden want hij wilde de geboorte van Jezus voorkomen. Precies wat we lezen in de Tora in het verhaal van, Je van Mozes. Dan lezen wij dat uiteindelijk Mozes uit Egypte kwam. Hij heeft de Joden bevrijd en hij haalde ze vanuit de heidenen naar het licht, naar het Heilige Land. Wat lees je in Matthäus? De ouders van Jezus waren zo bang, ze gingen met hem vluchten en ze kwamen uit Egypte. Een heel vreemd, heel vreemd kronkel opeens in het verhaal. Tenzij je dit weet, dan denk je van oké. Okay, dus hij heeft die vreemde kronkel erin gegooid. Alleen maar om te zeggen: van. En Jezus met zijn ouders. Met. Uh, 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 Mariam en uh, Jozef kwamen uit Egypte. Waarom? Dat is, dat is mentaal. Hersens, mentaal beïnvloeden. Ik heb jullie verteld: Grieken leerden. Dat als je iemand wil overnemen, moet je hem eerst mentaal overnemen en niet met macht. Macht kan nog altijd daarna. Geef hem een breek, zijn been breekt, zijn nek. Dat kan nog altijd daarna. Maar kijk even of je iets subtiel kan doen. Door hem zijn hersenen te, te spoelen. Mentaal. Geef hem subtiele dingen. Zodat die persoon denkt, hé, hey, dit is vertrouwelijk. Hetzelfde heeft Matthäus gedaan. Het verhaal van Mozes heeft hij schaamteloos gekopieerd en daar heeft hij Jezus in de hoofdrol gezet. Met de koning die de baby's wilde doden. Bij Mozes was het de farao, bij Jezus was het koning Herod. Vervolgens Mozes die uit Egypte kwam, de Exodus. Dat is heel belangrijk voor de Joden. Hier is uh, Matthäus die zegt: ja, maar de Exodus, min of meer, is ook gebeurd bij Jezus. Want nadat het een beetje veilig was, kwam Jezus met zijn ouders uit Egypte. Alleen, vervolgens slaat het verhaal dood. Want het was niet veilig toen Jezus uit Egypte kwam. Want de zoon van Herod was nog in leven. Dus Jezus kon niet terugkomen naar Jeruzalem, maar moest naar Galilee. Een van die kronkels die van Jezus, Jezus van Nazareth hebben gemaakt in Galilee en, en en. Iets anders wat dan vervolgens heel duidelijk wordt in de Gospel van Matthäus als je het gaat lezen, is hoe hij steeds vordert in het neerzetten van het volgende. Namelijk. Het neerzetten van Jezus als de vervanger van Mozes. Dit is iets waar Joden van gaan gillen en hun nekharen gaan overeind. Want niemand is beter dan Moshe. Moshe is het beste van het beste. Deze Matthäus die vertelt die Joden. Oké, okay, prima. Ja, Mozes was het beste van het beste. Tot de verschijning van Jezus. En hier is Jezus die de Torah aan het vervullen was. Al die voorspellingen wat je leest in de Joodse boeken. God zal dit, God zal sturen, God zal komen, de Messiah is het deze. Matthäus zegt, hier is Jezus en die heeft al die plannen van God vervuld. En daarmee is hij nu de beste en hij vervangt Mozes. Met andere woorden, hij komt met iets beters dan Mozes. Ook dat vindt je Matthäus. Soms tussen de lijnen door. Maar soms gewoon heel frontaal. Bam. Zoals, zoals net de vergelijkingen die ik met jullie gedeeld heb: Over de koning die de baby's wil doden. En de, de dingen. De, de, de reis vanuit Egypte. Verder lees je in Matthäus. Dat weliswaar wat ik jullie verteld heb. Jezus aan de ene kant de Torah eert. Want hij zegt: Denk niet dat ik de Torah kom vervangen. Ik kom het alleen maar vervullen. Dus dat lees je in Matthäus. Tegelijkertijd het dualisme. Tegelijkertijd lees je. Dat er gesuggereerd wordt dat Jezus ook zelf nieuwe wetten geeft. En de christenen die vertalen het als zodanig: van, ah, als Jezus de Torah eet, maar hij komt zelf ook met nieuwe wetten, en dat betekent dus dat hij ze eet, maar hij komt ze ook tegelijkertijd vervangen. Zoiets als wat je doet met een oude werknemer in je bedrijf. Die heeft richting 60 bereikt. En uit respect wil je hem bedanken. Dankjewel, oom. Je hebt je best gedaan, oom. Echt heerlijk, eerlijk waard. We zijn altijd heel tevreden met je. Maar we gaan nu nieuwe machines krijgen. We gaan nieuwe Windows-systemen, nieuwe computers, iPhone. Dat snapt u niet. Dus wat we gaan doen is: u krijgt een dikke knuffel, een fruitmand, een premie en u kunt vertrekken. Maar we houden nog van u hoor. We gaan u heel erg missen. Alleen we hebben niets meer aan u. En dan kan het ook wel gemeen zijn dat je tegen zo'n oude werknemer echt zegt: U heeft uw best gedaan, we houden van u, we gaan u missen, maar u kunt niet meer mee. U kunt niet meer mee met deze vooruitgang en de verandering. Het is allemaal too much, te veel. Dat is wat Matthäus ook een beetje schetst in zijn Gospel. De Torah is goed en Jezus eert het ook. Maar, zegt Jezus, het is niet meer voldoende. Hier geef ik jullie mijn nieuwe computers. Dit is de nieuwe computer, dit is Windows X of ik weet niet wat voor programma's er nu allemaal zijn. Dit is Mac OS, dit is Apple, dit is dit. Hier, dit is nu wat het moet zijn. Ga daarmee aan de slag. En de Torah, het was heel goed. We gaan het archiveren als, als iets wat we eren. Als een soort dierbaar familiestuk, wat je ergens in een doos bewaart, heel goed bewaart, omdat je het niet kwijt wil raken. Alleen je hebt er niks aan. Want wie draagt er nog klompen in deze tijd? Wie willen Nike's? Ah, klompen van mijn oma zijn heel dierbaar. Ik koester ze. Ik ga ze bewaren en ik ga ze ophangen. Alleen ik ga ze niet dragen, want ik heb er niks meer aan. Dat is een beetje wat Matthäus doet met de Torah. Je eert het, je houdt ervan, maar je hebt er niets meer aan. Het is niet meer van deze tijd. Want hier is Jezus, die komt jullie wat nieuwe regels en nieuwe boodschappen vertellen van God. Dus breek met de Torah, verlaat de Torah. Dat is even grote lijnen wat je vooral kan verwachten in de Gospel van Matthäus. Waarom? Matthäus suggereert dat de God van de Joden en de Joden zelf met hun regels, dat zijn meer harde mensen. Wanneer je te veel regels hebt, word je hard. En Matthäus zegt: Hier is Jezus, die regeert niet alleen maar met harde cijfers, nee, maar ook met genade. Dus die vindt de toren hard, die vindt de God van de toren hard. Hier is Jezus die tegen de Christenen zegt: als je een klap krijgt, draai om en vertel ze van: hier heb je me nog niet geslagen. Sla me hier ook alsjeblieft. Dus wees lief, heb geen enkel zelfrespect. Als mensen je schopen gaan liggen en draai om, zodat ze je nog daar ook kunnen schoppen waar ze je nog niet geschopt hebben, vertel ze van: hey, je hebt deze plek gemist. Je bent me aan het schoppen, maar ik hou van je als mijn medemens. Ik wil dat je me ook hier schopt, hier aan deze kant. Oh, wacht, 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 wacht. niet weggaan. De binnenkant van mijn been heb je me nog niet geschopt. Dat is wat Matthäus doet. Geef ze de andere wang. Want, dat is liefde in Matthäus. Dat is, de, dat is zoals het hoort te zijn en dat komt Jezus te vertellen. Want, daar waar God van de Joden zegt een oog om oog, lijn bij lijn, oog om oog, als je me wat flikt doe ik terug. Zegt Matthäus, nee, dat is niet wat Jezus wil van jou als Christen. Als iemand je oog eruit drukt, dan moet je zeggen van hey, vergeet niet de andere oog eruit te drukken. Maar ga zelf niet jezelf verdedigen. Want dat is liefde. Zo ziet Matthäus liefde. Het is meer masochisme, sadisme, noem ik het. Maar geen liefde. Hoezo is dat liefde om een ander jou te laten slaan, kapot maken? En dat je nog zegt van ga vooral door. Hier heb je nog een grotere knuppel dat kan je me nog harder slaan. Hoezo is dat liefde? Liefde voor wat? Voor wie? Niet voor jezelf. En toen is het concept ontstaan van de Vader. Want een Vader zal zijn kind niet haten. Een Vader zal nooit hard zijn tegen zijn kind. De Vader, God de Vader. Kijk maar, wat hij houdt van zijn zoon, zo erg dat hij hem Naakt over de straten van Jeruzalem, laat slepen met een kruis en laat kruizigen. Dat, dat is liefde. Dat is wat christenen in hun hoofd hebben gekregen, gestampt door Matthäus onder andere. Dat is liefde. Geef de andere wang, laat je slaan, verdedig jezelf niet. Kijk maar, want we hebben God de Vader, en de Vader houdt van zijn kinderen. Want zo heeft hij dit ook gedaan bij zijn kind omdat hij zoveel van zijn kind houdt, heeft hij hem laten vernederen en kruisen. Dat is liefde, zegt Matthäus. Zo hoort het. Het is. Je vraagt je af. hoe mentaal ziek de persoon was die dit allemaal heeft verzonnen. Maar hoe mentaal ziek moet je zijn om dit ook nog te geloven? Dat dit van een God komt. Subhanallah. Subhanallah. Om dat nog eens te bevestigen, in Matthäus, zegt hij, Joden zijn hard, en dit is het bewijs, want toen de Romeinse keizer Jezus wel de kruizigen, heeft hij gezegd van, weet jullie het zeker? Hij is Joods, dit is een van jullie. Weet jullie zeker dat ik een van jullie mag kruizigen? Weet jullie zeker dat jullie daar geen spijt van gaan krijgen? Want hij wilde geen tramalam. zegt Matthäus in zijn stad. En wat zeiden die Joden toen? Kruizigen. hem. Wij dragen maar al te graag zijn bloed aan onze handen en, dat, en, en de handen van onze kinderen. Kruisig Jezus, omdat hij daarmee wil laat zien dat Joden geen genade kenden. Oftewel, de Torah kent geen genade. Oftewel, de God van de Joden kent geen genade. Dat is wat Matthäus jou als lezer vooral wil meegeven. Iets anders wat ik jullie wil vertellen, jongens. Ik was van de week wat zaken aan het uh, lezen. Ik weet niet meer waar, op het internet. En ik kwam op het onderwerp van een Joodse rabbijn, zijn naam is Kaduri. En wij weten dat we de naam Kaduri hebben in Marokko. En ik heb jullie verteld hoe grote impact Joden in Marokko hebben gehad. Alleen alle weet wat voor zaken we nu als traditie hebben, wat we geërfd hebben van die Joden, wat eigenlijk niet bij ons moet horen als moslims. Maar goed, dat de In ieder geval, dat was een rabbijn, zijn naam is Kaduri. En die zou op zijn sterfbed hebben gezegd: dat Joden toch informatie hebben dat Jezus toch echt de Messiah is. Laalam. Ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden, ik heb me nog niet in verdiept. Maar terwijl ik dit met jullie zit te bespreken, moest ik daaraan denken. Daar waar we in de Koran lezen dat Allah ons eraan herinnert dat Hij Benno Israël de Torah heeft gegeven. Voor liefde, vrede en wijsheid zegt Matthäus dat de Tora van de Joden heel hard is. Matthäus vertelt in zijn gospel dat de Tora alleen regels kent en er is geen ruimte voor liefde van God of genade. Wat uh, um, uh, de christenen uh, uh, heel erg naar voren halen over de Bijbel, als wat ze noemen in het Engels: The Grace of God. Uh, uh, christenen vinden bijvoorbeeld dat de God van de Joden en de God van de moslims. De grace of God niet kent, oftewel de genade en uh, vergevingsgezind. Wat moet ik hiervan vinden als moslim? Dat Matthäus tegen de Torah is. Want om hierbij stil te staan, uh, wat ik, het punt wat ik hier wel mee maken is: er zijn bijvoorbeeld, dat, is niet, dat kan je niet geloven, maar er zijn moslims die Hitler toejuichen. Uh, ze juichen Hitler toe enkel om het feit dat hij uh, de Joden heeft aangedaan wat hij de Joden heeft aangedaan. En dat is eigenlijk, dat gaat in tegen de Koran. Maar uh, er zijn bepaalde moslimmensen die opgroeien uh, met het idee van: uh, Joden zijn slecht en ze zijn duivels en noem maar op. Weet wel dat dit niet de leer is van de Koran. Dit is de leer van de christelijke Gospel zoals we dat gaan zien vanaf nu, vanaf de Gospel van Matthäus. Begint de haat en de discriminatie van de Joden binnen de christelijke Bijbel? Dat is niet wat de, Torah, wat de Koran ons leert. De uh, Koran leert ons dat uh, Allah, ja natuurlijk, boos is op de Joden. Omdat ze hem bleven afwijzen na alles wat hij gedaan heeft. En hij heeft geen enkel volk op de wereld tekenen geven waar ze bij stonden en ze keken daarna, zoals de Exodus, noem maar op. Dus Allah zegt tegen de Joden, ik heb jullie zaken gegeven die ik andere mensen niet heb gegeven. Jullie moesten zien om te geloven en van de rest van de mensen verwacht ik dat ze in me geloven zonder te zien. Dus ja, Joden worden harder gestraft. Dat vertelt hun Torah, dat lees je in de gospels en dat vertelt de Koran ook. Dat maakt dat alles zo boos is op hun. Zij hebben lopen hakketakken, lezen wij in de Torah, in de Gospels en in de Koran. Ze hebben lopen hakketakken met Allah. Alles wat hij deed, moesten ze eerst een bewijs zien. En dan gaf alles dat bewijs en vervolgens gingen ze dat niet doen. Dus geen enkel respect voor, uh, uh, voor God. Zoals je dat ook in die de Deuteronomy kan lezen. Een van de laatste spreken van Mozes. Geloven de Joden zelf, heeft God de Joden ervan beschuldigd. Dus dit is de Torah, niet de Koran, Heeft God ze ervan beschuldigd dat ze geen enkel respect hebben voor God, de Joden? Dus, maar dat is tussen Allah en de Joden. Maar voor jou als moslim, om dat te vertalen zodanig dat je Joden moet haten, of dat je hel voor ze moet wensen, of noem maar op, meer van dat soort zaken, of het ergste wat je kan doen, Hitler steunen en toejuichen, dan heb je echt werkelijk niet begrepen van de islam en al helemaal niet van de Koran. Want onthoud wel, jongens, aan het eind van de tijd, zegt Allah, zal hij de Joden nog één laatste kans geven om tot Allah te komen. En als, als Allah ze nog niet heeft afgeschreven, dan mag je dat niet doen. Dus, waarom vertel ik dit verhaal? Als je de Gospel van Matthäus leest, lees je dat hij af en toe heel hard is tegen de Joden, dan kan je daar niet zeggen. Van, oh, dat is, dat is goed, dat is lekker, uh, pak ze aan en noem maar op. Oh, en hij staat aan onze kant. Nee, Matthäus staat niet aan de kant van de moslims. Matthäus staat aan de kant van Matthäus. Dus hij bedoelt niet wat wij bedoelen als wij het onderwerp van het Joden doen bespreken in de, in de Koran. En Matthäus zegt dat hij wel gelooft en, um, en dat ze nog wel de echte Torah hebben. Alleen, dat is niet meer genoeg voor hem. Dat is het probleem. Dus wij moslims geloven dat de Torah corrupt is en vervalst. En daarom zeggen we van, we willen daar niks mee te maken hebben. Maar deze Matthäus, die zegt niet hetzelfde. Die zegt, nee, ik geloof best wel dat de Joden nog altijd originele Torah hebben. Maar zelfs dat is niet genoeg voor mij. Dus, hij vindt dat Jezus daarom gekomen is. Niet om de Torah te corrigeren die van vast is. Nee, Matthäus vindt dat Jezus gekomen is om de God van de Joden te corrigeren. Dus dat zijn twee zaken. We bedoelen, echt het, we bedoelen twee verschillende zaken. En om deze reden kan je niet zeggen van: Oh, Matthäus is tegen de Joden, oh, dan zal die wel ondersteunen wat moslims geloven. Dat is hetzelfde als uh, Hitler toejuichen. Moet je absoluut niet zo concluderen. Dat is absoluut niet de bedoeling en zoals wij dat moeten interpreteren. Dus daar mag ik als moslim het niet mee eens zijn. Want dat zou betekenen dat ik ermee erken dat ik ook tegen de originele Torah ben. Dus let heel goed op wie je steunt, want we zeggen soms hetzelfde, maar we bedoelen, we bedoelen totaal andere zaken. Zoals in dit geval geloven we niet hetzelfde. We zeggen hetzelfde, maar we geloven niet hetzelfde. De onderbouwing is niet hetzelfde. Matthäus is tegen de, Koran, of tegen de Torah niet om dezelfde reden als dat wij als moslims tegen de Torah zijn. En Matthäus probeert in zijn gospel soms uh, subtiel te zijn en soms heel grof. Waar het om gaat in deze gospel is dat, nu, is dat de joden nu de Torah niet meer hoeft te praktiseren, zegt Matthäus, omdat er als het ware een nieuwe Torah is gekomen. En die nieuwe Torah, dat is niet een boek, zegt Matthäus, nee dat is... Jezus uh, in vlees en bloed. Dus God die heeft aan de profeten altijd een boek gegeven. Ja, het is nooit een boek, het is altijd via de engelen. En het werd opgeschreven en dan werd het een boek. Maar, zegt Matthäus, in, bij het geval van uh, de christenen heeft hun God ze geen boek gestuurd. Maar God is zelf gekomen in de vorm van een gospel. Zo moet je het eigenlijk, het christelijk geloof, zien. Jezus is, Hij zelf is het heilige boek van de christenen. Dat is niet alleen mijn conclusie, dat gaan we zo meteen ook zien. Want zoals de Torah vijf boeken kent van Mozes, dat noemen ze de vijf boeken van Mozes, um, wat eigenlijk niet klopt, dat hebben we uitvoerig besproken in de video's, waarom deze naam fout is, want Mozes heeft ze niet geschreven. Zeker niet het einde, zeker niet de Deuteronomy, want toen was hij zelf dood. Uh, maar zoals de Joden in hun Torah vijf boeken hebben, zo schetst Matthäus vijf cruciale preken van Jezus in zijn gospel. En hij wil daarmee aangeven dat elk boek van de Joden nu... individueel, systematisch vervangen is door de komst van Jezus. Het is heel symbolisch. In Matthäus lees je dat Jezus vijf preken heeft gegeven. En probeer die link te maken. Dus de, de Torah heeft vijf boeken. En Matthäus zegt, de Torah doet er niet meer toe... Want hier is Jezus en die geeft vijf preken. Die preken horen de Torah te vervangen, want ik heb jullie verteld, christenen geloven dat Jezus de, de, de fysieke vorm van een gospel is. Hij is zelf de gospel. De eerste preek van Matthäus, die vind je in hoofdstuk 5 tot en met 7. Dat is de bekende preek, wat ze noemen Sermon on the Mountain, dat Jezus op een berg gaat staan en dan gaat hij preken. De tweede preek vind je in hoofdstuk 10. Hier preekt Jezus tegen de apostelen over hoe ze missionarissen kunnen worden, op uit kunnen gaan. Maar hij vertelt ze hier nog altijd dat ze zich alleen tot de Joden moeten houden. Dus Jezus zegt tegen zijn apostelen in deze tweede preek: beperk je tot alleen de Joden. Um, dat is nog een bewijs van wat wij in de Koran hebben dat Jezus alleen bedoeld is voor de Joden. Hij is niet bedoeld als universeel zoals ons profeet, omdat hij de laatste is. Hij is niet bedoeld als universeel profeet, verlosser van de hele wereld. Nee, hij kwam specifiek alleen voor de Joden. En dat lees je in deze Gospel, in, in hoofdstuk 10. Deze preek waarop, waarin Jezus dus uh, de apostelen gaat trainen van wat hun missie in het leven moet worden. En dat is de Joden terughalen naar het ware geloof. Dus dan hebben we nu twee preken. De derde preek vind je in hoofdstuk 13, dit noemen ze de parabel uh, uh, hoofdstuk. Hier praat Jezus heel erg in metaforen, over hoe hoor je als christen uh, te leven, en hij geeft voorbeelden aan de hand van verhalen, en die dienen allemaal om jou spiritueel te versterken en te inspireren. Dat zijn allemaal metaforen, dat zijn verhalen. Verhalen die, die wij ook in de Koran kennen, waarvan Allah zegt van het zijn metaforen. Je moet ze niet letterlijk nemen. Ze zijn bedoeld als een soort inspiratieverhaal. Het is een metafoor. Het is belangrijk dat je weet wat het woord metafoor betekent. Zoek het op. Wat heeft Matthäus gedaan? Daar waar Mark hier een metafoor heeft gebruikt van Jezus, daar een metafoor, heeft Matthäus gezegd: Ik ruim ze bij elkaar en ik maak er één preek van. Dus dit is nog een bewijs dat de Gospels niet werkelijk vertellen hoe het allemaal gegaan is. Nee, dit is hun interpretatie. Als het ware, ze hebben zitten editen. Precies wat Allah zegt in de Koran. Dat de Gospels geëdit zijn. En dat is niet alleen maar het praatje van de Koran. Dat, dat is zo. Dat lees je in de Gospels ook. Uh, ze spreken Allah niet tegen. Ze ondersteunen juist wat Allah ons leert over de Gospels. Hier is Matthäus, die heeft alles bij elkaar verzameld. Hij, Matthäus hield blijkbaar van orde scheppen. Dingen categoriseren, dingen ordenen. Daar waar de metaforen door alle gospels heen verspreid zijn, heeft hij ze verzameld vanaf hoofdstuk 13 en hij heeft ze allemaal bij elkaar gebracht. Dat vond hij waarschijnlijk veel beter. En voor hem was dat het hoofdstuk metaforen. Dus gewoon knip, plak en editen. De vierde preek is in hoofdstuk 18. Hier preekt Jezus over hoe je als christelijk gemeenschap Let op, woorden als kerkchristen heeft hij nooit gebruikt, want die bestonden niet in zijn tijd. Als Jezus nu terug zou komen en de christenen gaan lopen op hem af van, hé, hey, we zijn christen en we volgen uh, jou, of loop mee naar de kerk, denk dat Jezus achter zijn oor zal staan krabben, want hij heeft nooit in de kerk gebeden, sterker nog, we lezen in Matthäus en in andere gospels, dat Jezus altijd uit het synagoog kwam. Dus hij was joods en hij was de joods God aan het aanbidden. Want hij, hij kwam altijd uit de synagoog. Zoals we kunnen lezen bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 5. Zo uit mijn hoofd, vers 20 of 21. Weet ik niet meer. Weet je wel het verhaal wat ik jullie verteld heb? Dat hij eruit kwam en hij was boos. Hij had de joden uitgescholden voor alles wat vast al los zit. Dat verhaal in de synagoog heeft dat plaatsgevonden. Maar Matthäus wil de lezer doen geloven dat Jezus in deze preek in hoofdstuk 18 eigenlijk al bezig was. Om de christenen te vormen zoals ze vandaag de dag zijn. En dat kan natuurlijk niet. Heel tegenstrijdig. Maar hij zelf heeft er ook geen probleem mee dat hij deze tegenstrijdigheid laat in zijn Gospel. Want hier vertelt hij jou dat Jezus uit de synagoog kwam. En aan de andere kant vertelt hij jou dat Jezus zijn uh, uh, apostelen vertelt dat ze het anders moeten aanpakken. Maar als de apostelen het anders moeten aanpakken. en Jezus is God en hij kwam ze het, het beste voorbeeld geven. waarom begon hij zelf niet met een kerk? Hij heeft al die tijd, tot aan zijn kruising, gewoon gebeden met Joden in de synagoog. Dus het is, dit is een van de grootste tegenstrijdigheden in, in het christelijk geloof. Het is, het is major en, de, en ze komen daar niet van af. Um, in deze preek, in hoofdstuk 18, uh, is waar hij ook Peter een hoog status heeft gegeven. Uh, want niemand herkende hem. Um, uh, niemand, toen Jezus vroeg van wie, wie denken jullie dat ik ben? Wat natuurlijk een beetje een gek vraag is. Aan de apostelen die met je optrekken. En dan vertelt hij ze: van wie denken jullie dat ik ben? En ze hadden het allemaal fout, behalve Peter. En uh, het gekke is: Peter wordt uitgescholden door Jezus voor Satan. Heb ik jullie uitgelegd in een van de eerdere video's. En ik heb jullie toen verteld dat dat niet waar kan zijn. Want uh, toen heb ik het een beetje technisch gemaakt. Uh, ik heb jullie verteld van. Peter heeft Jezus opzij genomen, dus ze stonden al met elkaar te praten en in hetzelfde gospel lezen wij dat Jezus vervolgens omdraait naar een andere uh, kant om Peter uit te schelden. En ik heb jullie verteld, technisch gezien klopt dit eigenlijk niet, want als je met elkaar staat te praten, kijk je elkaar in de ogen. En als we lezen in die gospel, in, in die vers, ik ben even de vers vergeten uit mijn hoofd, als je leest dat Peter vervol of, uh, Jezus vervolgens omdraait en dan Satan noemt, van ga achter me staan Satan dan kan het niet Peter zijn geweest, want dan staat Peter al achter hem. Dus je staat met hem me te praten, je draait je om, dan sta ik al achter je. En hij sprak in de kant van de apostelen en hij zei, ga achter me, Satan. Uh, ga achter me staat Satan. En alle christenen van de hele wereld die zeggen van, oh hij heeft hier Peter uitgescholden voor Satan. Ik heb jullie verteld dat dat niet kan. En ik weet het, dat is mijn eigen interpretatie. Ik heb het nog nooit gehoord, nog op het internet, nog op YouTube, nog bij een christen. Maar zie hier het bewijs dat de conclusie die ik getrokken heb waar is. Want in hoofdstuk 18 zegt Jezus tegen Peter: jij bent de enige die me herkend heeft. Jij weet wie ik ben, en hier heb je de sleutels van het Koninkrijk van God. Dat zou natuurlijk waar zijn, dat zou natuurlijk gek zijn, als hij in de, op de ene plek Peter uitmaakt voor een Satan en vervolgens Peter de sleutels geeft van de hemel. Dat kan natuurlijk nooit. En dit is, dit is basic analyse techniek. Dat christenen dit niet zien, en ik heb er nog nooit iemand over horen praten. Nu, nu, vandaag de dag, als je een gemiddelde Christen vraagt van: wie wordt in de Gospel van Matthäus Satan genoemd? oké, okay, er zijn dus twee preken. Eén waar Jezus de, de joden uitscheldt in de synagoge. Maar daar noemt hij ze de kinderen van Satan. Maar, de kinderen van Satan, dat is nog naarslacht. Het ergste is Satan zelf, want hij is de bron. Maar als je de Christen vraagt: van, wie is de persoon die Jezus Satan noemt? Dan zullen ze allemaal antwoorden: altijd, probeer het maar. Probeer het tuin, dan dus iets zien. Peter. Goed, nu zien wij in hoofdstuk 18 dat het nooit Peter is. Uh, uh, kan zijn want hier krijgt hij de sleutels van de hemel. Dit is wat de katholieken hebben gebruikt om het concept van de paus in het leven te roepen. Ze hebben gezegd van: "Ah, kijk, Jezus die gaat weg, maar hij draagt de sleutels van de hemel aan iemand over. Dus hier moet altijd iemand op aarde zijn die die sleutels van Jezus in zijn handen moet houden." In dit geval is het Peter en daarom zijn de katholieken anders dan de protestanten, want de katholieken die zeggen Peter is de eerste paus, hij vertegenwoordigt hier Jezus op aarde, God, en na hem moet het altijd een continuïteit zijn. En dat heeft geleid tot wat ze noemen de paus. En daarom is de paus zo heilig, daarom moeten de katholieken zijn voeten en zijn handen kussen en weet ik het allemaal, want hij is de vervanger van Jezus op aarde. Zoiets zie je ook in de hadith. En ik blijf die link maken, want er zijn heel veel. Uh, Heel veel fouten die de moslims ook hebben gemaakt. Toen onze profeet overleed, we zien nog uh, in de hadith, lees je noten dat toen hij aan het overlijden was, kwam hij binnen. Hij had heel veel pijn, hij kon amper lopen, ging tegen de deurpost leunen van, van de moskee. De moslims waren aan het bidden en ze wilden stoppen, want ze waren geschrokken en ze waren bezorgd om de profeet. Want het, het zag hij, uh, als je dat leest, het plaatje is, hij zag eruit alsof hij heel veel pijn heeft. En wat lezen wij in de hadith, nota B in hadith zelf, die zegt, terwijl de moslims aan het bidden zijn, was de profeet aan het lijden, hij kon niet eens meebidden, want hij had heel veel pijn, de laatste momenten dat hij overleed, toen deed hij met zijn hand van ga door, maak je geen zorgen om mij, ga door met bidden. Lezen wij in de hadith. Dus onze profeet had hier de kans gehad om te zeggen van jongens, ik ben aan het doodgaan, dat voel ik, um, ik ga nu iemand aanwijzen die mij moet opvolgen. Dat heeft hij niet gedaan en dat heeft geleid tot, terwijl zijn lijk nog niet begraven is, waren moslims elkaar de herspannen aan het inslaan, wat heeft geleid tot de shiite en de sunnite, want de shiite die zeggen van Ali is zijn neefje en zijn schoonzoon, die moet hem opvolgen en de sunnite die zeggen het is Abba Bakr, want het is Abba Bakr die vanaf dag 1 optrok met de profeet al voordat hij een profeet werd en hij wist letterlijk alles van hem. Dit is wat de hadith ervan gemaakt heeft gemaakt, dit is wat de moslims ervan gemaakt hebben. Ik kan me voorstellen dat ze gedacht hebben in die tijd: van misschien moeten wij ook iemand hebben die hier de profeet op aarde vertegenwoordigt. Zoals de, christen, zoals de christen het fout hebben, die hebben van Peter een heilig gemaakt. En de paus, om daar maar eens over te zwijgen, diezelfde fout hebben de moslims ook gemaakt. Want we hebben de Khalifa, de Kalifa in het leven geroepen. En een Khalifa is eigenlijk niks anders dan een paus. En ik weet dat heel veel moslims me hierop gaan aanvallen, maar we moeten het vertellen zoals het is, jongens. Als onze profeet in zijn leven, en zelfs niet in zijn laatste moment op aarde. Niemand heeft aangeduid die hem moet volgen. Betekent dat we dat zodanig moeten zien. Hij kwam, ging de openbaring delen. En daarmee is het klaar. Daar is niemand die bijzonder is. Daar is niemand die heilig moet zijn. De Koran is van ons allemaal. En we hebben geen kalifa nodig. die zichzelf de prins van de moslims moet noemen. Zoals zij zichzelf hebben genoemd in die tijd. En ondertussen leven in de beste paleizen. Beste voet. Uh, 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 eten, aten en noem maar op. Afgezien van Omar. Dat moet gezegd worden. Dus je hebt Abu Bakr, die heeft het goed gedaan. Daar gaat het allemaal niet om. Ze hebben het goed gedaan. Het waren lieve mensen. Ze gaven alles wat ze hadden aan de umma, aan de mensen. Maar dat was alleen Abu Bakr en Omar. Maar na Abu Bakr en Omar begon toch echt de ellende. Zo erg dat ze uh, Hussein, de neef, de kleinzoon uh, van ons profeet, hebben onthoofd. Waarom? Omdat er iemand is... Die die status niet wilde opgeven van de kalifa. Zo erg dat die Ali twee keer heeft afgewezen. Uh, Ali werd naar voren geschoven om een kalifa te worden. Uh, na de profeet. Twee keer is hij afgewezen. Toen uh, zou Hussein, de kleinzoon van de profeet. Uh, zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Er uh, zou met hem gesproken worden. Hij heeft gereisd om daar te komen waar ze met hem zouden praten over van hoe gaan we dat doen. En hij is onthoofd. Wie heeft de mond hoofd? De hadith zegt dat dat de moslims zelf waren. Dus hier zien wij al dat het misgaat. Al heel snel na de dood van ons profeet gaat het snel uh, mis. Dus als moslim kunnen wij natuurlijk de joden aanvallen van jullie zijn misleid en corrupt. We kunnen de christenen en de, de katholieken uh, al helemaal met bepaalde concepten die ze ingevoerd hebben. Maar weet wel, we moeten ook naar onszelf kijken. Christenen hebben Peter, katholieken moet ik eigenlijk zeggen, die hebben Peter, die hebben de paus. Wij hebben de kalifa en dat is niks anders in grote lijnen als een soort paus die hier God op aarde dient. Want alles moest besproken worden met de kalifa. Genoeg hierover. Um, terug naar waar we uh, mee bezig zijn, want we zijn hier bezig met uh, de zoektocht naar Jezus. Dus, preek 4. Is waar Jezus de sleutels van de hemel heeft overhandigd aan Peter. Um, het is ook in deze preek dat Jezus ingaat op hoe belangrijk het is om te lijden. Ik heb jullie verteld: christenen moeten allemaal lijden. Dat vertelt hun God. Jullie moeten lijden. Als je gelukkig bent, doe je iets fout. Je moet lijden. Punt. Dat zeggen alle gospels. En ik heb in de video gezegd. Ik zie christenen niet lijden en ik ben blij voor ze. Ik, ik, ik hoop dat ze niet gaan lijden. Maar als je je christen wil noemen, dan moet je altijd iets vinden in het leven waarom je moet lijden. Want anders doe je het niet goed, dat zegt Jezus. Je moet lijden. En Jezus zegt zelf ook, althans niet Jezus, de gospels. Daarom moet ik gekruisigd worden. Dat is het ultieme vorm van lijden. En dan pas kan ik transformeren als God. Dus vooral lijden is de boodschap van de gospels dan de vijfde en laatste preek vinden wij in hoofdstuk eigenlijk vanaf 23 en het gaat een beetje door. dat is een heel bekende preek wat ze noemen de preek op de olijfboomberg. hier vertelt zou jezus verteld hebben over het einde der tijd en hier verspelt hij onder andere het einde en de vernietiging van de joodse tempel. christenen springen hierop en die zeggen van ah kijk dat is nog een bewijs dat jezus tegen de joden is. maar als je de gospel leest, en dat zijn er maar weinig mensen die dat echt doen, de gospel lezen, en ik raad jullie aan om dat te, te lezen, wees niet bang dat je gaat ergeren, het onderstreept juist wat wij als moslims geloven. Als je deze preek gaat lezen, dan is het niet Jezus die de tempel gaat vernietigen. Jezus vertelt alleen maar, de tempel zal vernietigd worden. Punt. Meer niet. Om dan de conclusie te trekken dat Jezus daarmee tegen de joden is... Is echt absurd en dat staat er niet. Dat is niet wat erin staat. Hij kan er wel tegen de Joden zijn, tegen de vervalsingen, corruperingen, noem maar op. Maar hij gaat natuurlijk niet een tempel vernietigen waar hij zelf altijd in heeft gebeden. Ik heb je die verteld, in alle Gospels lezen wij dat Jezus altijd naar de synagoge ging. Wat ze nu noemen de synagoge. Het wordt in de Gospels de tempel genoemd en de tempel is, zou zijn wat we nu uh, uh, moeten vertalen als. De synagoog. Dus het zou een beetje tegenstrijdig zijn en hypocriet zijn van Jezus als God voor de christenen: dat hij daar als leven heeft ge gebeden en dat hij het vervolgens gaat vernietigen, omdat het opeens niet goed is. Dat, dat is natuurlijk heel vreemd. Dus Jezus vertelt alleen maar: de tempel van de Joden zal vernietigd zijn. Dat is niet. Dus. Jezus geeft alleen maar iets aan wat we ook in de, in de, in de Koran lezen. Want Allah vertelt ons in de Koran, in de vers: dat de Joden op een gegeven moment opnieuw gaan bouwen. En dat God, maar ze gaan het niet doen in naam van Allah. Ze gaan het doen in, in naam van hun God, wat het ook is. En dat Allah het weer gelijk gaat maken met de grond. En dat zal dan ook tevens het eind uh, uh, der tijd zijn, is de conclusie. Dus. Hier kopieert Matthäus de Gospel van Mark. In Mark lees je dit verhaal in hoofdstuk 13. En Matthäus kopieert het en zet het in uh, zijn eigen Gospel vanaf, uh, vers, vanaf hoofdstuk 23. En hij voegt er zelf nog wat bij. Als je hoofdstuk 13 van Mark gaat, gaat uh, vergelijken, waarin dit verhaal zit, met de hoofdstuk van Matthäus, zul je zien dat dat uh, min of meer twee verschillende preken zijn. Dat is nog een reden. Nog iets wat bevestigt wat ik jullie eerder heb verteld. Namelijk dat de Gospels nooit bedoeld zijn om samen te bundelen in een Bijbel. Ze waren juist bezig elkaar aan te vallen. Hier heb je ze. De vijf preken van Jezus volgens Matthäus. Die de vijf boeken van Mozes moeten vervangen. En daarom zegt Matthäus: Is de Tora niet meer nodig? Want Jezus is nu zelf een soort Tora. Levende Tora. Matthäus heeft vooral veel waarschuwingen voor de Joden. En besluit van Jezus opeens, wat ik net gezegd heb, een universeel verlosser te maken, terwijl hij tegelijkertijd ook aangeeft dat Jezus zich vooral en alleen heeft gerecht tegen de Joden toen, toen hij nog leefde. De Joden moeten hun Torah opgeven, want Jezus is nu de fysiek belichaming van de Torah. beetje wat we zien in de hadith bij ons als moslims. Als je de Koran wil begrijpen, dan moet je de sierad lezen over het leven van de profeet of de hadith, want dat is als het ware de belichaming, de, de essentie en de, de, de demo wat gegeven wordt over van hoe, hoe je de Koran te praktiseren. En ik heb jullie verteld, daar wil ik vanaf blijven. Ik wil de Koran en ik wil niet iets hebben wat voor de Koran gaat staan, wat ze hier gedaan hebben. Ik wil gewoon de Koran. En als je Arabisch niet kan lezen, dan kan je het ook niet lezen in de hadith, dan kan je het ook niet lezen in de sora, dus dan moet je Arabisch gaan, gaan leren. En als je Arabisch leert, wat houdt je ervan van om zelf dan de Koran te gaan bestuderen? Heel easy. Maar we hebben een probleem. Als Jezus alles in de Torah heeft vervuld, dan heeft de wereld geen bestaansrecht meer. Dan had God al moeten komen. Het einde der tijd had eigenlijk al plaats moeten vinden. Dat is wat Matthäus zegt. Jezus is de vervulling van de Torah in zijn geheel. Als dat zo is, dan had God al moeten komen, dan waren we klaar. Maar dat is niet gebeurd. En dit geeft het christelijk geloof nog een probleem, wat ze niet kunnen oplossen. Dus het verhaal van de tweede komst van Jezus werd bedacht om zo op deze manier het probleem op te lossen. Want ja, we weten dat Jezus de Torah heeft vervuld. En ja, we weten dat God dan had moeten komen. Dat is niet gebeurd. Oh, maar kijk, we hebben een oplossing. Jezus komt nog een keer. Een soort, een soort bioscoopfilm die een tweede deel moet krijgen, zodat we dan eindelijk het einde gaan zien van hoe het verhaal afloopt. Dat maakt deze overeenkomst die wij ook zien in de hadith verdacht. Want in de Koran heeft Jezus geen enkel reden om terug te komen naar de aarde. Maar in het christelijk geloof moet hij terugkomen, anders hebben ze een probleem. Wat ik net heb uitgelegd. Want hij heeft de Torah vervuld, waarom bestaat de wereld nog? Ah, zeggen de christenen, maar hij komt nog terug. Hij komt nog terug en dan gebeurt het einde.